Willen jullie dat ik dezelfde video doe, maar dan voor gevangenen van de Azkaban? Laten we het weten in de reacties beneden. En laten we hopen dat jullie niet hier al 2 jaar moeten wachten dan. Oeps. Man, die tijd gaat snel. Daar zijn we weer bij een nieuwe Harry Potter game in 1 opname. De 3e. Hogwarts Legacy komt binnenkort uit en Jesus Christ, daar ben ik hyped voor. Ik droom van een game als dat. Waarom komen we niet in de mood met Harry Potter in de gevangenen van de Azkaban voor de Nintendo GameCube? Sommige van jullie zullen misschien zitten van, maar Wilbo, je hebt al een volledige playthrough van Harry Potter in de gevangenen van de Azkaban. Maar die was voor PC. Dat is een compleet andere game dan dit. Moet je voor we beginnen maar eens kijken naar de animatie van de PC game. Kijk hoe stijf alles is. Kijk hoe stijf ze bewegen. Kijk, dit is de opening cutscene van de game. En laten we dat zo nu even vergelijken met de opening van Gevangenen van de Azkaban. Vind jij Harry Potter nou leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter en laat me weten welke house jij bent. GameCube tijd. Christians, no! Get out of here! Can't you keep that monster under control? Now I'm gonna have to find Scabbers. Calm down, Ron. You don't want to wake up Professor Lupin, our new defense against the dark arts teacher. I'll help you find Scabbers. Come on. Zie je het verschil? Dat is insane! Zoals je ziet, het speelt ook heel anders. Het ziet er heel anders uit. Het voelt heel anders. Het voelt veel beter. Come on, Harry, follow me! We krijgen wel weer nu Ron die de hele tijd zegt: hey, hey, kom met me mee, please! Is Ron hulpeloos onder mij? You must talk. Come on, Harry. Ja, wacht even. Ik moet even dingen slopen hier. Grab the other handle. I can't lift this on my own. Ik weet het, Ron! Gaan we dit nou de hele dag doen? Wacht even. I swear I'm going to drop this if we don't put it down soon. Ik kan alleen maar klagen, jij, hè? Potty and the Weasel. I should have known this pathetic excuse for a rat had something to do with you. Harry die houdt hem ook tegen, hè? Hij zei, hou me tegen! Laten we duelleren in deze game. Laten we kijken of duelleren veel beter is in deze game dan in iedere andere game. Come on, Ron. Hij is zo trots op zichzelf, hè? Hier. Ah! What? Ik moet snel naar de tafel, want drinken. Oh. Op de tafel ook echt. Deze shit. Deze shit was angstaanjagend voor mij als kind. Fucking nightmare fuel is dit. En dit is nog veel enger dan een PC-versie waar je gewoon, you know, spreuken moet doen terwijl je stilstaat. Nope. Ik moet zelf vluchten voor dit ding. Oh god. Man, wie bedacht dat dit oké was voor kinderen? None of us is hiding serious black under our clothes. Hoppa. Weet je, Prisoner of Azkaban is mijn favoriete film. Who screamed? No one screamed. Jij schreeuwde, Ron. Jij schreeuwde letterlijk. No. None of us is hiding. Nou, kijk hoe boos die is. Harry vond het niet leuk. En dit is maar, Show it to me. Kijk, hier krijgen we een goed voorbeeld van hoe pushy Ron is. Hè. Come on, then. Doe even rustig. We're not going anywhere until you've shown me the Folio Brutii. We gaan nergens heen tot je me dat fucking boek hebt laten zien. Come on, show me the Folio Brutii. Jeez, Ron. That's wicked. Let's go show it to Hermione. Ron, kun je even rustig aan doen, please? Like, we zijn net op Hogwarts. Ik ben mijn emoties aan het verwerken. En Ron komt meteen binnen. Zo van, hey, heb je dat boek al gezien? Laat het boek zien. Oh my god, dat boek is zo cool. Laten we het aan Hermeline zien. Laten we nu aan Hermeline zien. Let's go and see Hermione. Ik ben onderweg, man. Jeez. Hermione? Sorry, I'm really busy at the moment. Je ziet er heel druk uit ook. Well, you could have made it so much easier for yourself with the Expelliarmus spell. Maar deze spreuk hebben we vorig jaar geleerd. I remember the Expelliarmus spell. Oh, Ron vindt het volgens mij niks. Die loopt gewoon weg. Ron, ben je oké? Okay? Ron. Hij staat hier ook gewoon zo onheilspellend, hè? Dat moet je horen. Spooky. Oh, jeez. Hij wil echt afstand van me nemen. Zie je dat? En dan kom je weer naar me toe. Je bent zo raar. Ron heeft echt frustraties naar Harry, hè? Yeah. Foppen zit nog steeds in deze game. What's it to you? Kijk hoe mooi die cutscenes zijn. Ron is dood. Target the spellbook. I know. Hoe kan je me nog steeds instructies geven? Je bent bewusteloos. Back at the spellbook. Ron, Jesus.
Hey, thanks. You really know how to cast that Expelliarmus spell? Ah, dan zit ze van, are you shitting me? Leven op een school waar zelfs de boeken je aanvallen. Boeken die je aanvallen. Waar is dat goed voor? Man, zou hier ergens een geheime gang zijn, denk je? So there's an entrance to a secret passage in here. Yes, indeed there is, young Harry. And we're sure that one of you will be able to find it. Ze hebben voor Ron de renanimatie van Harry gebruikt uit de geheime kamer. Kijk maar. Zie je dat? Ron, we're standing right beside the passage. Just come here and look at the wall. Surely you can see it. Je zegt dat er een geheime gang is en dat alleen één van ons het kan zien. En vervolgens zeg je letterlijk dat het deze muur is. If you'd like to step inside. Oké, als we hierheen moeten voor de Marauders Map, ze zullen ons toch niet in gevaar brengen. Kijk, maar nu kan ik dus gewoon. Nu ben ik Ron. Nu ben ik Harry. Nu ben ik Ron. Nu ben ik Harry. Je kunt al zien als je naar de vloer kijkt dat er een bepaald deel gaat wegzakken. Dus lijkt me gewoon naar de overkant springen. Oh. Natuurlijk brengen ze ons niet in gevaar. Whatever you do, don't mess up. Take it steady. Thanks, Ron. Dit shot werd altijd in de trailer gebruikt van deze game. Zat ze van, oh, weet je fucking awesome wat we dit kunnen doen. Dit is zo cool. Wicked. Jij vindt echt alles leuk, hè, Ron? En je surt constant. Wat doe jij de hele tijd, gast? Wat is je probleem? Wat doe jij? Oh, daar komt hij weer. Ik vind het echt heel chill dat er boeken zijn die dit geluid maken. Ik zie letterlijk twee keer hetzelfde schilderij in één shot. Dat is echt insane. Oké, volgens mij heb ik het helemaal onder controle nu. Ik heb het letterlijk helemaal onder controle. And we did it. I solemnly swear that I am up to no good. Maar hoe weet hij dat hij dat moet zeggen? Niemand heeft hem dat verteld. Oh, please, step through, young sir. Ik voel me nogal grossed out met de manier waarop je dit zegt. Oh, Snape loopt hier uiteraard. Dit is zo weird. Ik heb hier zo niet over nagedacht. Oh man, hoe kom ik hier ooit langs overal? Oh, misschien gewoon erachter langs gaan? Do you want to have a look at your task list and see what it means? Ik heb een lijst met taken. You remember all flashing. I know, Ron. Dat heb je net verteld in de cutscene. Got the fence against the dark arts class. Hurry up. Kijk dan hoe fucking awesome dat is. Weet je wat echt oneerlijk is trouwens? Zou ik jullie echt iets fucking oneerlijks laten zien? Dit is de slaapzaal van de jongens. En hier ben ik dan als Hermeline. In de slaapkamer. Hou je fucking bek, ik ben bezig. Dit is de jongens slaapkamer. En ik kan hier gewoon zijn als meisjes zijnde. Laten we nu proberen om hierin te gaan. De meisjes dormitory. Oh. Harry mag als jongens zijnde niet naar de meisjes slaapkamer. Maar de meisjes mogen wel naar de jongens slaapkamer. Oké, ik weet niet of het jullie is opgevallen tot nu toe. Maar Harry... zit een Ravenclaw. Ik heb dit ook gedaan met de Steen der Wijze toen ik die streamde op twitch.tv/wilbolive. En niemand zei er wat over toen ik er zelf niks over zei. Niemand viel het op. Dus ik vraag me af, was jullie opgevallen ja of nee? En waarom ik het nu vertel is omdat ik er dus achter kwam dat de stropdassen en trui is Gryffindor. Dus nu ik ons uniform heb veranderd naar Ravenclaw, heeft iedereen nu een Ravenclaw stropdas en trui. Draco Malfoy heeft een groene stropdas, maar blijkbaar had iedereen dus een rode stropdas en een rode rand bij hun trui. Waar is die exploration van Hogwarts die ik zo graag wil? Would you come here, please? We skippen de les gewoon. We skippen gewoon meteen de les. Worden gewoon meteen naar voren geroepen. I would like you to go in there. And bring back the Glacier spellbook. Oké, we worden nu dus weer zo'n levensgevaarlijke dungeon ingestuurd door onze leraar. Maar de leraar geeft hem ons toch, dus het zal wel meevallen allemaal, toch? Ik vind het gewoon leuk om soms gewoon een afstandje te nemen en toe te kijken hoe hun... Oh, dit zijn mijn beste vrienden. Wat een teamwork. Jezus, dit ding is trouwens wel huge. Het zijn echt sterk. Ah, daar is het spreukboek. Het lijkt erop dat in tegenstelling tot de PC-versie waar Harry de Glacier spreuk leert... leert Hermeline het in deze versie. Ik zei het toch, compleet anders. Got it! The Glacier spellbook! Geen enkel probleem. Wacht, wat? Wat? Ze schudt ook zo van, ah shit, de boel stort in. En toen waren we omringd door lava. Help, ik ben 13. Zien jullie al dat lava dat hier gaande is? Het is Lava City, kan je hier zeggen. Oh man. Hopelijk kan mijn puzzelbrein dit aan.
Ik moet dit ijsblok daar krijgen. Ik heb het gedaan. Yeah, man. Ik weet dat ik de camera kan draaien met de C-stick. Jeez. Gaan ze dit redden, is de vraag. Lukt het hun? Oké. Okay. Ron trekt zich terug. Afstand staan. Jezus, ik ben hier net en je gaat me meteen al commanderen van hey. Wat wil je, Lupin? Wat is dit? Hun schieten er gewoon op, hè. Boeit hun echt niet. Dat het eerst moet afkoelen. Hun schieten er gewoon op los. Je hoeft niet naar mij te schreeuwen. Ik heb de freeze, maar ik ben toch de slimste. I know, ik ben letterlijk de slimste van jullie allemaal. Ah, we did it. En Ron is letterlijk bijna dood. Oepsie. 50 house points voor Gryffindor. 50 punten maar? 50 lijnenpunten. I have a lot to do and I chose a very inconvenient time to fall ill. I will get a message to you when I'm feeling better. Dit klinkt letterlijk als een excuus. Ik wil je wel helpen, Harry, maar ik voel me nu nogal ziek. Waar is Emily nou heen? Time turner shenanigans. Waarom sta jij daar, Ron? Hij loopt ook snel. Oh, hij gaat snel vandoor. Dat vindt hij niks. Oh, heb je nu een nieuwe vriend gemaakt? Ja, jij bent hier met iedereen aan het socializen, ik niet. The Wigan Weld potion will heal most common injuries. Toverdranken zal toch wel een veilige les zijn? Oh, we gaan dus nu het Muggle Studies lokaal in. En het is echt weird om dingen zoals een stofzuiger letterlijk te zien in Harry Potter. Dat is echt insane. Hier, een elektrische gitaar en al die shit. Dat is toch weird? Dat is weird om op Hogwarts te zien. Just leave me alone. Laat me met rust. Ik heb letterlijk nachtmerries van deze missie, hè. Dat is echt verschrikkelijk. Is er van, oh, hier zit iets in wat ons kan helpen. Oh! It's okay. Ik vind het wel grappig. Iedereen is afgeleid door Ron. Zeg maar, zelfs hun. En dan gaat ze van... Zo, oh ja, waar was ik? Het is tijd voor een goed oud Ron-avontuur. Wat dacht je van de Lumos-spreuk? Oh, dit is awkward. Letterlijk, Harry, ik dacht dat je in gevaar was. Maar jullie staan hier gewoon. Ron fixt het wel even. Now leave my friends alone. Zegt hij even stoer. Can we go back now, please? Ga jij nou ook zeuren? I just want to go to bed. Can we go now? We zijn letterlijk onderweg, gast. Wat zeur je nou? Can't we go back to the common room now? Dit is waarom niemand je mag. I just want to go to bed. Can we go now? Can we go back now, please? Can't we go back to the common room now? Oh no! Oh nee! Nasty temper he's got, that Sirius Black. Op naar Hagrid! Dat is de volgende les op het programma. Ah, wat een prachtige dag is het niet op Hogwarts met mijn twee beste vrienden. Die niet bang voor me zijn. Of wel. Walk towards him and you bow and you wait. Wat een grote les is dit. Er zijn zes mensen. Ik ben gewoon nu aan het vliegen. In de open world. Fucking ziek is dat. Good effort. I'll give you a B. You don't look dangerous at all, are you? Classic. Classic Malfoy. Wat romantisch dit. Harry made his way to the Quidditch match. Oh, dan hebben we nu al Quidditch. Ik heb zin om Quidditch te spelen. We gaan niet spelen, maar we zien wel mooi die PNG'tjes van de mentors. We gaan niet Quidditch spelen. Wow, Ron, wat kijk je boos en agressief. I know where Sirius Black is. He's down in the dungeons. Oh. Oké. Daar moet ik even voor zitten. Zelfs Harry's pyjama eruit ziet als ropes. Oh no. Harry gaat gewoon van, fuck. Ik ga weer terug naar bed. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Je zit gewoon op Zwijnstein en anders lijkt dit de shit die kan gebeuren. And I did it. Ron, about Sirius Black. He's in the dungeons. Come on.
Het lijkt alsof er iets raars is met Ron. Misschien is het gewoon de tijd van de maand voor hem. Er was iets weirds dat gebeurde met de ogen. En ik weet niet of ik dat kan recreëren. Kijk! Dit is toch creepy? En de game op pauze en zijn ogen bewegen nog. Kijk dan, Jesus. Dat is eng. Tijd voor wat classic Harry Potter stealth. I did it. Sta je daar sneaky, Ron? Dit vind ik niks. We've got to get Professor Dumbledore. Zo, Harry is niet zo reasonable in de boeken of in de films. Oh. Oh! Wat? Ron verraadt ons? Oh! Het was niet Ron. I think we're even now. Kijk, dat vind ik gewoon een nice touch. Good night. Ah, en hier is de echte Ron. I brought your stuff, including the Marauder's map. Oh, hij geeft me mijn kleren. Nice, dankjewel. Dat vind ik lief. Hoef ik in ieder geval niet meer rond te lopen in mijn pyjama. Of ik loop nog wel in mijn pyjama. Ik weet dat ik de camera kan bewegen met mijn C-sticky. Oké, what the fuck. Dan kijk ik ze van... Like, dit loopt hier gewoon rond, hè. Like, in deze school. Dit loopt hier gewoon rond. Ik ben gewoon op school nu. Ik zou veilig moeten zijn, maar... Nee. Gelukkig was ze wakker. Dit is niet eens een spreukuitdaging. Dit is gewoon letterlijk onder de school. Check dit. Check dit. Pas op hoor. Je weet niet wat ik doe. Oh, kijk wat liefelijk loopt ze. Oh nee. Kijk, dat had haar dood kunnen zijn. Zie, kijk, ze kijkt wel slim. Ze van, haha, ik heb het overleefd. Je had dood kunnen zijn, Hermeline. Je had letterlijk hier beneden kunnen liggen. En dan was je dood. Maar hey, hier ligt wel ons... Volgende spreukenboek. Prachtig vindt ze dit. Fucking nice. Kijk deze brug repareren. Kijk hoe mooi. Wauw. Harry is echt ready to go. Harry die staat daar gewoon in vechtpositie. Like, hij is klaar. Fantastic. Yeah, nice one. Je bent echt heel enthousiast. Wat is dit, Harry? Ja, en toen was Hermeline dood. Niks aan te doen. Oh, ze leeft weer. Ze ligt niet meer dood op de grond. Wat is er met je haar, Hermeline? Het staat één kant op, letterlijk. Ik weet dat ik de camera kan bewegen met mijn C-stick. We need to get some billywigs. Do you think Hagrid can help? Puur omdat je zo blijft zeuren, gaan we dit gewoon skippen. Woe! Ben ik blij dat wij dat geskipt hebben. We hebben alle ingrediënten die we nodig hebben. Flying seahorses. Ah. Doxy. We moeten gewoon meer dingen zoeken nu. Fairy wings. Harry vindt Fairy Wings wel leuk, maar Malfoy vindt het niks. Can we go? Ja, jeez. Ik weet dat ik de camera kan bewegen! We hebben nog helemaal niet zoveel meegekregen van het plot. We weten alleen maar dat Sirius Black achter ons aan zit en that's it. Oh, let's get going, shall we? Die Ron heeft haast of zo. Which is why the Carpe Retractum spell is useful. Oh, nice. Oh god, nee, please. Please. I know! 2, 3... Gevaarlijk. Gevaarlijk, letterlijk. Waarom doe je lullig tegen me? Hallo? Wat gebeurt daar? Wat zijn jullie daar aan het doen in de verte? Ik wist wel dat ze eerder een oogje voor elkaar hadden dan voor mij. Oké. Op de knop. En nu kunnen ze... Oh, dat vinden ze te gek. Nu is het voor ons om Harry weer te worden die bijna dood is voor... Oh god. Oh. Dit vind ik echt hilarisch. Harry drukt op de knop, zo van, oké, de volgende deur gaat open dan. Oh no! Nu zit hij daar vast, opgesloten. En rond zit ze van, oké. Hey, ik heb Reparo, heb ik trouwens gevonden. Want als ik Reparo niet had gevonden, dan was ik nu fucked geweest. Waarom blijft de camera zo ver uitgezoomd? En we hebben iemand op de vlucht. Hermeline is op de vlucht. En Ron tackelt haar net niet. Oh, ze komt er nog vandoor, hoor. Ze rent een rondje. Wat gaat ze nu doen? Want dit zijn van die Ron-enemies. Wacht eens even. Ron heeft een Lumos-spreuk gevonden buiten de les. Waarom had je deze spreuk niet had? Ik zou het op prijs stellen als je me vergezelt. Zij is daar. Zij is al lekker in de volgende kamer. Waarom ben je hier al gaan staan? Ik had je hulp nodig. Ik kon sterven letterlijk. Hermeline, waarom sta jij daar nog? Ik vind je zo eng. Het is gewoon één knoppie. En Harry is vrij. Dat is alles wat het kostte. Eén knoppie. Het is het spreukenboekie. Het spreukenboekie. Carpe Retractum spellbook. En ik word gedist instantly. Wow. Ron en Hermeline zijn bijna dood. Hop. Hoppa. Ik weet niet waarom die zo
Wow, dude. Wow. Lekker trek aan dingen. Weet je, je kan zeggen wat je wil, maar het is wel een upgrade van de vorige game, waar iedere boss hetzelfde was en je gewoon moest tennissen. Dit is diversiteit. Hoeveel gevaarlijker kan het worden, toch? Ik ben blij dat hij zijn zwakke plek ook gewoon exposed aan mij. Heel makkelijk. Dat maakt het wel heel makkelijk. What's it doing now? Oh. Oh. Oh, Jesus Christ. Dit wordt opeens levensgevaarlijk. Oké. Okay. Dit is toch insane. Auw. En blijkbaar was dat genoeg. Brilliant. Yay. Dat gedaan. Het was een levensgevaarlijke situatie voor 13-jarigen om in te zitten, maar we did it. 50 house points for Gryffindor. 50 maar. Ik was aan het sterven. Ow! I'm getting tired. Harry was eager to begin the anti-dementor lessons, Professor Lupin. Whoa. Hij komt zelfs aan rennen, zo blij was hij. Ik ben een trap te ver gegaan, Ron. Laat me er langs. Laat me er langs, Ron. Let's go to history of magic. We moeten naar boven, Ron. Let's go to history of magic. I know, Ron. The spell I am going to try and teach you is called the Patronus Charm. Okay. Good luck. Oké, ik ga gewoon die kast in. Maakt niet uit, toch? Deze spreukuitdaging heb ik vroeger laten doen door een jongen uit groep 8. Omdat ik zelf te bang was. Dit stuk is fucking nightmare fuel. Al deze dingen gaan dus random, hè. Ik moet 4 knoppen activeren. Terwijl dit ding achter me aan zit. Weet je hoe zenuwslopend en angstaanjagend dat is voor een kind? Kijk dan! En dan moet ik nu dus gewoon casually dit gaan drukken. Kijk dan, hij komt op je af. Ah! Hij staat nu gewoon bij me te chillen. Maar op de hoes staat 3+. Kijk, maar nu zijn die bijvoorbeeld weg. En dan zeg ik van, oh god, moet ik nou... Oh, het is random. Het is random waar je heen kan. God damn it. Het is eng. Ah, ik schrok. Maar hij blijft hier nu chillen. Zie je dat? Hij blijft hier chillen. Waarom niet? Hier, hij staat hier gewoon nog steeds. Wat moet ik daarmee? Hallo? Oké, we gaan nu maar weer terug, I guess. Hoe weet je als hij nu alweer bij mij is, hè? Ja hoor, hij is alweer bij mij. Waarom ben jij hier? Alweer? Kijk, ik snap niet waarom ik niet daarheen kan, zeg maar. Waarom niet, zeg maar. Hallo? Hallo? Ik moet die hebben. Hehe. Hallo? Je ziet Harry nu gewoon daar. Probeer me hier maar eens te pakken, Dementor. Ha. Oh, nu stort de boel ook nog eens in. Oh, dat is echt heel nice. Zeg maar, ik sliep niet meer toen ik dat had gehaald. Ik was gewoon geen slaap meer. Tijd voor Expecto Patronum, baby. Dat is het. Dat is de spreuk. Kijk. Ik ben een balletje aan het besturen. Fucking sick, I love it. En die epic muziekronde. Je dacht echt, wow. Pas op. Harry staat al klaar. Toch weer bewusteloos, hè? Remus? Wat? Remus? I'm afraid you will have to make your own way back. En hier ligt dus blijkbaar ook gewoon een sprookjeboek all along. Super. Ik zie hun schaduw daar op de muur. Wow! Dat is spooky! Try not to be seen. Ik hoef niet eens mijn best te doen om niet gezien te worden. Ik kan hier letterlijk gewoon langslopen. Oké. What with the mentors? Waarom chillen jullie hem hier buiten? Get hurt. Ben even bezig. Ja, dat is 1. Jesus, dit is de game. Ja, nu zijn ze weer met z'n drieën. Waar komen die anderen vandaan? Oh my god, deze game. Waarom staan jullie hier? Te trillen. Hallo? Ik weet dat ik de camera kan draaien met de zeestok. Ja, let op, hè. Deze veetjes die zitten gewoon, zeg maar, in dit bosje hun eigen ding te doen. En dan zet ik ze in de fik. Ze kijkt dan, what the fuck, Emily? Ze lacht ook gewoon. De muziek kan dan nog zo episch zijn, maar je kan mij niet wijsmaken dat dit epische gameplay is. Kijk hoe episch. Kijk dan, daar gaan ze. Woo, baby! Fucking sick was dat. Ik weet niet, ik sta hier gewoon en er komt echt een superheldhaftig liedje. Weet je wat ik leuk vind om te doen? Je pakt Buckbeak. Je gaat heel ver weg. Dan komen Ron en Hermeline zeg maar achter je aan. Oh, ik zie een schaduw daar van iemand.
Daar komen ze! Het ziet er ook grappig uit. Ze echt alsof ze niet zonder mij kunnen, weet je. Als ze moeten bij me zijn. Dus zodra ik ver weg ben, komen ze er gewoon aangesprint. Kijk, nu krijg ik gewoon een cutscene van dat Harry kampioen is. Maar Harry was in het derde jaar geen kampioen door die match met de Dementors. Waarom doen ze dit in de game? Not only the game. Waarom kan ik niet Quidditch spelen? What's the matter with Hagrid? Hagrid? Hagrid staat er gewoon te huilen! Dat was gewoon... Buiten de Quidditch pitch, hij stond gewoon meteen te huilen. Hagrid's right. There's really nothing we can do. We should turn in. Wauw, Hermeline, goede vriendin ben jij, zeg. We've got to go and see Hagrid. He can't just sit there on his own waiting for the executioner. You're right. Let's go. Ja, laten we gewoon gaan. Let's get going, shall we? Wanneer hou je ooit een keer je bek? Waarom, zeg maar, bleven we niet bij Hagrid dan? Waarom besluiten we hem te supporten op het punt dat het, zeg maar, illegaal is voor ons om naar buiten te gaan? Ik weet dat ik de camera kan... Dit is het fucking einde van de game! They're going to execute Buckbeak soon! Ik weet het, Ron! Harry, Ron and Hermione arrived at Hagrid's hut. Yo. The executioner came to seal Buckbeak's fate. Oh, kijk hoe sad hij is. Let him see you. Hier kijken ze gewoon toe. Hier mag het gewoon. In de film gaan ze van, yo, je mag niet kijken. Scabbers! It's okay, Scabbers! Oh, daar is de Whomping Willow opeens. Die stond er net niet, maar nu is die er. Letterlijk, de Whomping Willow is hier gewoon gespawned voor deze cutscene. Ron was dragged into the Whomping Willow. Nice. Harry and Hermione chased after him. Oh, hier rennen we er gewoon in. Zo van, ja. Kijk, het is... Auw, waarom raak je mij en zeg je, ik meende het niet? Je meende het overduidelijk wel. Oké. En dit staat ons ook nog te wachten, by the way. Hoe nice is dat? Maakt ons echt niet uit, hè. We zijn echt een dream team nu gewoon, als ik bestuur. Nee, Harry, je hebt geen antidote nodig. Ik sta nu gewoon scheef. I love it. Kijk hoe ik nu sta. Ik weet dat ik de camera kan draaien met mijn C-sticky. Goed, dankjewel voor je tip. Volgens mij was dat het, toch? Volgens mij was dit een hele korte dungeon. Ik zie een... Nee, volgens mij kwam er nog een puzzel, toch? Volgens mij komt nu die final cutscene. Harry discovered that the black dog was in fact Sirius Black. Oh nee, wat een twist. Black had not been trying to murder him, but had in fact been hunting down Peter Pettigrew. The man truly betrayed Harry's parents to Lord Voldemort. No! He can go to Azkaban. Dat is wat Harry zei, dat er moest gebeuren. As they marched Pettigrew to Hogwarts, the full moon rose and Professor Lupin transformed into a werewolf. Nee! Gaat hij veranderen onscreen? Nee. Dat is offscreen. Dat is offscreen. De PC-versie had het tenminste onscreen dat hij veranderde. Oh, nu zijn we opeens hier. Sirius heeft best wel een dom plan. Sirius kwam in Azkaban omdat Peter Pettigrew heeft laten denken dat Sirius degene was die de Potters verraden hebben. Dat Sirius hem vermoord heeft, de good guy. En daarom denken ze dus allemaal dat Sirius Black een bad guy is. Omdat hij geen bewijs heeft. Dus zijn plan is om te ontsnappen uit Azkaban en dan Peter Pettigrew te vermoorden. Iemand van wie iedereen al dacht dat hij dood was anyway. The fu... Wat? Wel... Laten we er maar vandoor gaan. En dan is het nu tijd om dit weer te doen, baby. En Hermeline is er ook, for some reason. Hey, dit is like fucking sick, toch? Maar toen kwam er opeens... Een hert! What the fuck? Kijk nou, je ziet toch clearly dat dit Harry is. Dad? Hoe denkt hij dat het zijn vader is? Hij heeft een schooluniform en alles aan. We need is more time. Meer tijd? Wow! Hermione understood immediately. Dumbledore was giving them permission to use the time turner she'd been using all year to attend... Als je alleen de game speelt, komt die deze informatie out of nowhere. Rescue Buckbeak and then save Sirius. Oké, ze staat gewoon een beetje dwars door die dingen heen, maar... But I think it was my dad. Harry! Die ook een schooluniform droeg for some reason weer. En mijn kapsel heeft... Time for the rescuer to appear. But no one was coming to help this time. And then it hit him. He had not seen his father. He had seen himself. Hij zag zichzelf. Oh my god, dit is echt sick. Like, zag je die gameplay net, dat we net deden? Wacht even. Wacht even.
Wacht even. And we did it! Man, hoe awesome was dat? Anyway, nu moeten we naar de toren om Sirius te bevrijden. Jesus, Hermeline. Hij staat daar. Hij staat daar gewoon. Te chillen. Hij kan gewoon weg. Go! Go! We'll see each other again. You truly are your father's son, Harry. Dat vond hij leuk om te horen. It gives me great pleasure to award the House Cup to Gryffindor. Oh. Waarom zijn wij blij? We zijn Ravenclaw, what the fuck? En was dat het? Krijgen we niet nog zo'n... Dat is een... Weet je wel, dat is een bezem... Nee, dat gewoon niet eens credits. Dat was Harry Potter en de gevangenen van de Azkaban voor de Nintendo GameCube. Heel wat anders dan de PC-versie, zoals jullie hebben kunnen zien. Dit was ook de laatste game in deze stijl. En dat was zeg maar ook het punt waar de games kut werden. Dus willen jullie dat ik zo'nzelfde video als dit maak van Harry Potter en de vuurbeker met Ronald? Dit is een multiplayer game. Dat we in één keer in één video uitspelen. Laat het me weten in de reacties beneden. En laten we ervoor zorgen dat jullie niet weer 2 jaar hoeven te wachten voor een video zoals dit. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!